En nu, nu ga ik u een kort Marokkaans sprookje vertellen over een vlieg en een vlo. Op een dag kwam de vlo de vlieg tegen. Het was lang geleden dat ze elkaar voor het laatst hadden gezien en ze begroeten elkaar heel hartelijk. De vlo merkte op dat de vlieg rood doorlopen oogjes had en zij vroeg naar de reden waarom heb jij zulke oogjes. Rote doorlopen oogjes. Nou, ik zal het je vertellen, legde de vlieg uit. Stel je dit eens voor: ik ben samen met een man. Ik steek de man. Ja, dat is ten in mijn natuur. Hè. Hij slaat mij. Ja, dat is zijn natuur. En dan heb ik toch een plezier en ik lach en lach zo hard dat daardoor mijn ogen bijna uit mijn hoofd gerold zijn. En beide sloegen zich op de knieën van het lachen. Maar jij dan? Sprak eindelijk de vlieg. Jij hebt helemaal geen nek meer. Wat is er met jou gebeurd? Mo, wat mij betreft, legde de flow uit. Je weet, je weet dat ik erg koudelijk ben. Nou, dan vind ik het lekkerste plekje van de mens. Daar waar het warmst is. Ik laat me dus tussen de huid en de kleding glijden. Van die nekkadee. Maar daar is het zo erg nauw. Zo nauw. Dat ik duw, ik duw, ik duw. En ik, heb, en ik heb zo hard geduwd. Dat daardoor mijn nek helemaal naar binnen is geschoven. Snap je?